Nou, het is 21 juni, dat is de langste dag van het jaar. En die gelegenheid hebben we aangegrepen om het zogenaamde midzomernachtspotten te gaan doen. Dat betekent dat een grote groep spotters met een speciale pas vandaag het panoramaterras op mag. En dat is allemaal dankzij het initiatief van Hugo Veldmeijer. We beginnen zo meteen om 4:30. Ik liep al een tijdje rond met die idee en toen heb ik het gewoon op Facebook gezet, kijken of mensen er positief op reageerden. Gelukkig gebeurde dat en toen heb ik besloten om gewoon een mail te schrijven naar Schiphol en daarop werd heel positief gereageerd door Schiphol. Spotters zijn een heel belangrijke groep voor Schiphol. Het zijn onze grote fans, het zijn mensen die heel veel hart hebben voor luchtvaart. En voor hen wilden we graag dit één keer mogelijk maken. Zijn er vliegtuigen waar je nu al speciaal denkt van die moet ik in de loop van vandaag wel hebben? Ja, China Southern. China Southern, de Airbus 380 natuurlijk. Ja. Ik vind het heel leuk dat hij het georganiseerd heeft. Normaal kun je dat niet zo in deze tijden kun je dat doen, dus het maakt het wel weer leuk. Dat is gewoon het mooie aan dit evenement. Je kan op een heel specifiek tijdstip kan je gewoon waanzinnig mooie plaatjes schieten. En je hebt aan het einde van het jaar meestal dat je heel even in het donker kan. Maar ja, zoals morgens vroeg is natuurlijk anders. Dat kan helemaal niet. Dus leuk. Het bijzondere hieraan is dat je kan zien hoe Schiphol wordt opgestart. Hoe de eerste toestellen vertrekken. En hoe een luchthaven zo groot als Schiphol gewoon ook op gang gaat komen. Nou, ik vind het geweldig dat iemand van 16 dit heeft bedacht. En alleen daarom al stonden we natuurlijk heel erg voor open om dit door te laten gaan. Ik zat eigenlijk te wachten op de A380 van China Southern. Dat is helaas niet gelukt, maar die zou ik vanmiddag tijdens de take-off hopelijk wel kunnen pakken.